Hallo iedereen, hier zijn we terug met een filmpje van de training van de Pony Connect ponies. De tweede aflevering, voor wie dat de eerste gemist heeft, ik heb die gemaild met mijn gezien of jullie kunnen die herbekijken met de link op ons YouTube kanaal. Deze week, eigenlijk vorige week hebben we vooral eigenlijk verder gedaan met de training waarmee dat we begonnen waren de eerste week. Ik heb nu van alle paarden filmpjes, maar we gaan in deze aflevering dieper in op de training met Finley. Finley is een Iers ponytje, een kruising. Ze is ongeveer 10 jaar, denk ik. En ze heeft vooral heel veel moeite met ontspanning en rechtlopen en kalm blijven tijdens de friendly game. Dus daar zullen jullie veel meer informatie over krijgen in dit filmpje. En natuurlijk ook enkele leuke sfeerbeelden tussendoor van de andere ponies en hoe dat het ermee gaat. Als jullie vragen hebben, mail gerust naar mij. julie@ponyconnect.be, stuur een berichtje op Facebook, Instagram, eender waar. Je mag mij ook altijd bellen. Ik sta altijd open voor jullie vragen. Suggesties of verzoeken voor bepaalde vragen, ook altijd welkom. Dan maak ik er een filmpje van en dan zet ik het in de volgende aflevering. Dankjewel, veel kijkplezier. Dag! Eerste filmpjes zijn weer van een studentje van ons, Lena. Die heeft haar eigen pony Bliksem en die heeft een paar kleine spelletjes geprobeerd in Liberty. Haar pony volgde en stopte. En daarna deed ze hem ook stoppen voor haar en hij stopte. Dan heb ik met Condor getraind deze week. Zoals dat je ziet loopt Condor een beetje onregelmatig. Voor diegenen die het zien, die scherp oog hebben. Hij is dus eigenlijk lichtjes mank. Nu, dat wisten we al als we hem kochten. Degene die denken zegt, er lopen er alleen maar manke paarden bij Pony Connect. Ja, dat is zeker niet het geval. Maar Condor is een paard van 15 jaar. Bijna 16 ondertussen. Die ik gekocht heb vorig jaar. En ik wist dat hij een beetje een probleem had met zijn linkervoetje. Maar op zich is het niet problematisch. Dus hij wordt ook extra bijgehouden door de dierenarts. Maar hier kun je dus wel zien dat hij eigenlijk elke keer met zijn hoofd een beetje knikt als hij naar beneden gaat. Nu, de oefening waar ik vooral op werk in deze film, is dat hij mooi rondkomt op de buiging. En dat hij naar beneden komt met zijn hoofd, dus dat hij eigenlijk leert ontspannen. Dat is vooral de oefening. Een oefening die Condor ook echt wel heel erg nodig heeft. Dan dat hij leert zijn rugspieren goed gebruiken. En zijn buikspieren. En dat hij niet de verkeerde nekspieren gebruikt. Op die manier leert hij dus goed lopen en roept hij ook beter, zodat de kindjes met hem kunnen rijden. Het is een beetje hetzelfde als vorige week met Romy. Dat is zeker ook het probleem van Condor. Dus hij heeft wat te weinig rugspieren. Hij loopt soms uit zichzelf wat te veel met zijn hoofd in de lucht. Dus hij moet eigenlijk echt leren van mooi te ontspannen. En ook bij het rijden is dat de oefening waar ik aan werk. Je ziet dat ik hier ondertussen een compagnie heb van Iman. Die staat te kijken. Die vond dat helemaal oké. Dus bij het rijden vraag ik Condor ook mooi om naar beneden te gaan. Wat is de bedoeling daarvan? Dus ik wil uiteraard dat hij op touwhalster gewoon los kan ontspannen. Dat hij freestyle kan gereden worden met een losse teugel. Maar dat hij dus wel zichzelf goed draagt en goed loopt met een losse teugel. Een beetje zoals dat jullie vorige week konden zien bij het filmpje van Galien. Waarbij dat ik toon hoe dat er uiteindelijk wat moet uitzien. Kijk, hier komt hij even helemaal omhoog met zijn hoofd. Dus dat is niet goed. Dat is natuurlijk bij het wisselen van kant. Dat is altijd wat moeilijker. Maar dat is dus geen dat ik aan gewerkt heb. En dan had er mij ook iemand gevraagd om eens te tonen hoe dat ik de poort doe met Condor. Dus ik ga mijn naaste poort gaan stellen. We rijden helemaal tot naast de poort. Ik wil dat hij luistert naar mijn been. Als hij niet luistert, ondersteun ik met een zweepje. Dus ik vraag hem mooi opzij. Ik heb mijn teugels in één hand. Ik duw met mijn been. Dus ik geef mijn eerste fases eigenlijk met mijn been. Ik duw hem opzij. Als hij niet luistert, geef ik een tikje bij met mijn zweep. Op het moment dat ik voel dat hij luistert, ja, dan laat ik los. En dan beloon ik hem natuurlijk even. Dus het feit dat er soms zo'n beetje chaotisch uitziet, zo zijn hoofd in de lucht, is niet omdat ik eraan trek of zo. Nee, ik hou gewoon. Ik ben tamelijk steady met mijn handen. Dus mijn handen zijn nogal vast, gefixeerd. Maar ik geef gewoon een grens aan en hij botst er gewoon tegenin eigenlijk. Dus dan ga ik door de poort en dan ga ik terug hetzelfde doen. Ik ga terug opzij en ik duw hem terug naar de poort opzij. Ook hetzelfde, als hij niet reageert gebruik ik mijn zweepje, maar hier reageert hij eigenlijk al beter. Dan ga ik achteruit en kan ik de poort sluiten. Normaal is de bedoeling natuurlijk
Als je dat echt wil doen voor trekwedstrijden, dat mooi en stijl is, dat je mooi blijft stilstaan, dat je mooi recht kunt zitten. Maar ik kon door, dat is de eerste keer dat ik dit met hem gedaan heb, waardoor dat er nog een beetje niet echt elegant uitziet. Ook zo zijn hoofd in de lucht steken en zo. Dat is duidelijk dat hij eigenlijk nog niet licht genoeg is op bit, dat hij nog niet licht genoeg is op been en dat hij nog tamelijk wat verzet toont daarop. Dus dat is iets dat hij gewoon nog echt moet leren. Leren gevoel volgen, follow a feel. Hij moet leren als hij een been voelt van, ik moet gewoon meegaan met dat been. Ik moet daar niet tegen vechten, dat is niets eng, ik moet daar niet bang van zijn. Voilà, dus dat is het. Dat leer ik hem vooral door de juiste timing, door het juiste moment te lossen. Juist het moment druk te geven. Dat is natuurlijk moeilijk te zien op zo'n filmpje. Dat is ook heel subtiel en zeker in dit soort oefeningen, omdat dat heel veel kleine oefeningetjes na elkaar zijn eigenlijk. Vooruit gaan, stoppen, ik hou de poort vast in de mate van het mogelijke. En dan ga ik terug zijwaarts. En dus als hij gewoon zachtjes mijn gevoel volgt, dan ziet dat er heel harmonieus uit. Voilà, als hij zo mooi opzij gaat, zie, dan ziet het er ook veel beter uit. En dan kunnen we ook gewoon de poort dicht doen. Voilà. Maar er is nog wat werk aan de Condor. Condor heeft ook genoten van een heerlijke wandeling. Samen met Ilke. Dat doet hem uiteraard ook deugd. Aan een losse teugel en op de holster. En over Ilke gesproken. Zij heeft Tweety vorige week een heel goede masseerbeurt gegeven. En ze heeft hem ook wat getraind. Daar heb ik geen filmpjes van. Dat hij hem ongelooflijk deugt natuurlijk. En dan komen we aan het langste trainingsprojectje van deze film. Dat is Finley. Finley heb ik elke dag getraind vorige week. En ik ben begonnen met grondwerk. Dit was de eerste dag. Dus niet zo'n goede filmkwaliteit. Straks is het beter. Er zitten een paar slechte stukken tussen. En zoals dat je ziet heb ik, ben ik begonnen met Friendly Game. Dus heel veel desensibiliseren. Zorgen dat ze de stick oké vindt. Want ze vond dat heel eng ook. Net als Romy vorige week, is eigenlijk met de stick in beweging. Friendly game on the move, zoals dat we in het Engels zeggen. Dus vriendschapsspelletje tijdens de beweging, dat vond ze heel eng. Dus ik ga gewoon door doen. Ik doe het nogthans nog heel zachtjes eigenlijk nu. Totdat ze ontspant. Voilà. En ook zij moet leren eigenlijk mijn energie volgen. Dus ik weet niet voor diegenen die de filmpjes gezien hebben die ik doorgestuurd had. Met de kleine instructiefilmpjes. Sorry voor het achtergrondlawaai. Daar was een filmpje met, over energie. En als er mensen zijn die graag die filmpjes zouden willen zien, mag je altijd navragen. Dus er is een filmpje waarin ik toon welke soorten energie dat je hebt rond je paard. En dus wat dat ik doe tijdens dit spelletje is eigenlijk echt wel, mijn lichaam straalt ontspannen energie uit. En ik vraag eigenlijk niet. Het is geen vragende energie, ik ben ontspannen. Je ziet dat mijn benen gebogen zijn. En zij moeten eigenlijk gewoon leren, goed kijken, mijn lichaam lezen. En zien van, eender wat er gebeurt, mijn mens is kalm, ik kan ook ontspannen. Voilà, zoals dat ze hier nu ook mooi doet. En dat was toch wel de eerste grote challenge met Finley, waar ik aan gewerkt heb vorige week. Want ze vond dat toch best wel allemaal een beetje eng nog. Maar ze is daar eigenlijk wel heel rap in gebeterd. Dus de eerste dag dat ik zo met Finley werkte, het was heel lang geleden dat ik nog met Finley gewerkt had, dan is het vooral een beetje zoeken van, waar zitten de problemen, waar zitten de puntjes dat ik aan moet werken, waar zitten de verbeterpuntjes. En dan ga ik een beetje mijn plan gaan opmaken voor de rest van de week. Dus je ziet ook hier tijdens het stappen, heb ik de friendly game gedaan, dan over haar rug eigenlijk. Daar gaat ze ook dikwijls met haar hoofd omhoog, dus daaraan zie ik ook van, ze vindt het toch een beetje eng, haar oren gaan een beetje alle kanten uit. Ze probeert zo wat steun te zoeken overal, ze kijkt naar alle kanten. Terwijl ik eigenlijk wil dat ze gewoon mooi ontspant. En af en toe zitten er al een paar goede momenten in, nu was het inderdaad een goed moment. Dus dan stop ik even, verander ik een keer van positie. Dikwijls met paarden bij wie dat heel moeilijk is om zo ernaast te lopen, is dit een makkelijkere oefening. Dus eigenlijk achteruit lopen is meestal de eerste stap. Dan mogen ze naar u toe komen als mens en dat geeft wel vertrouwen eigenlijk. Dus bij paarden waar dat echt heel moeilijk is om die friendly game te doen, begin ik meestal zo. Kijk, je ziet dus ook hier dat ze echt haar hoofd regelmatig in de lucht brengt. Mijn energie is laag, ik ben ontspannen.
Maar haar energie is nog tamelijk, vooral sceptisch eigenlijk. Ze is nogal gespannen. En ze is zo nog niet helemaal zeker van wat ga je hier doen met mij en kan ik u wel vertrouwen. Finley is op dat vlak wel een beetje een paardje zoals Romy, die ook echt heel veel vertrouwen nodig heeft, heel veel rust, heel veel herhaling. Dus ook met haar heb ik deze week eigenlijk, vorige week eigenlijk 5 dagen na elkaar, in grote lijnen wat hetzelfde gedaan. Elke dag een beetje wat aan toegevoegd of wat erop verder gewerkt op de vorige oefeningen. En hier ben ik begonnen met grondwerk, maar ik heb natuurlijk ook veel gereden met Finley. Dat is het voordeel aan haar. Met Romy kon ik niet rijden. Met Finley kan ik natuurlijk wel rijden. Dus ik heb vooral ook bij haar in het rijden aan die ontspanning gewerkt. Dat zul je straks kunnen zien. Oeh, hier vindt ze het ineens heel eng. Ik ga eens een keer proberen of ze misschien moet wegspringen, of dat de juiste oplossing is. Ik zeg nee, dat is niet de juiste oplossing. Pas als ze ontspant, dan ga ik ook iets trager doen. Ja, voilà. Dat is beter. Maar ze vindt het allemaal best eng. Ziezo. En dan heb ik ook op de cirkel gewerkt met Finley. Ook een beetje gekeken van, oké, hoe buigt ze? Hoe geeft ze mee op de cirkel? En dat viel eigenlijk best goed mee. Zoals dat je hier al ziet, bij het grondwerk ontspant ze tamelijk vlot. Ze gaat mooi naar beneden. Ook terwijl dat ik de friendly game doe op de cirkel. Dus ze leert ook wel echt heel snel. Ze had veel rapper dat vertrouwen dan Romy de week daarvoor. Dat is natuurlijk ook wel omdat Finley al wel wat langer bij ons is. Ik heb ook al veel meer met Finley gewerkt. Dus Finley kent mij sowieso ook al beter. Finley kent ook de oefeningen door de studenten al heel wat beter. Dus het is wel logisch dat zij het eigenlijk wel wat rapper snapt. En wat rapper kalmeert. Ook in galop op zich loopt ze wel met haar hoofd omhoog. Maar ze blijft rustig met die friendly game. En ik vond het ook super dat ze zo'n mooie kleine cirkel aan kon eigenlijk. Want normaal, vroeger was Finley echt een racemachine die rondvloog langs alle kanten. En zo'n klein cirkeltje in galop, dat was gewoon absoluut zelfs niet mogelijk voor haar. Of ze viel scheef, of ze viel... Ja, ze sloeg helemaal in de knoop met haar benen. Maar nu, kijk, ze is echt al aan het ontspannen. En dus, maar het is wel zeer positief dat ze nu echt al wel zo'n klein cirkeltje kon lopen. Dus dat wil toch zeggen dat ze fysiek echt wel er al op vooruit gegaan is de laatste jaren. Finley is zo'n beetje een klein kort blokje. Staat een klein beetje op teksten. Heeft een hele sterke nek, maar ze moet vooral ook nog leren van dus echt te ontspannen, met haar hoofdje een beetje meer naar beneden te lopen en meer haar comfort te vinden in die ontspanning. Daarom dat ik dus ook met haar heel veel friendly game gedaan heb tussendoor. Er zijn ook bepaalde stukken uitgeknipt. Waarbij dat ik vooral friendly game doe eigenlijk. Dus hier ga ik ook een keer op de andere kant. Alles wat we aan de ene kant doen met ons paard, doen we uiteraard ook aan de andere kant. Dus dat kunt je hier zien. Dan gaan we het zelf doen aan de andere kant. Ze heeft sowieso een goede en een slechte kant. Maar slecht is een heel vervelend woord, maar toch een minder goede kant. Maar je ziet dat ze in draf wel echt heel mooi met haar hoofdje naar beneden loopt. En degene die de vorige week de aflevering met Romy gezien hebben, dit is eigenlijk hetgeen dat ik naartoe wil gaan. Finley loopt ook nog niet permanent met haar hoofd omlaag, dus er is ook nog werk aan. Maar het is wel al echt heel wat beter dan wat Romy doet. Romy loopt nog veel meer permanent met haar hoofd in de lucht. Voilà. En dat vond ik op zich een heel mooie rustige galop, dus dan heb ik haar daarvoor beloond. Op dag 2 ben ik terug verder begonnen met Finley met te werken aan die ontspanning. Dus ik had daar wel al opgezadeld meteen. Ook hier is het beeld niet zo super. Het was even een andere camera die ik gebruikt had. Maar het is niet zo ideaal. Maar ik heb er wel nog een paar stukjes mee op deze dag. Ik denk dat de laatste dag is. Maar op zich zijn er wel mooie dingen op te zien. Dus ik hoop dat het toch een beetje lukt zo. Dus je ziet dat ik hier direct ook weer begin met de friendly game. Ze gaan al heel vaak op de cirkel naar beneden gaan zakken terug.
Wat ik heel goed vind, dus hoe meer dat ze in die ontspannen zone is, ontspannen fase is, hoe beter. Hoe meer dat dat haar comfortzone wordt eigenlijk. Vroeger was Finley haar comfortzone altijd heel erg met haar hoofd in de lucht lopen en weglopen en rap lopen. En ik wil eigenlijk nog meer dat ze ontspannen, de ontspannen houding haar comfortzone is. En dat ze dus het normaal vindt om, ook als ze in de lessen loopt en als er niemand daar heel duidelijk zegt wat ze moet doen, dat ze toch zoiets heeft van oké, maar dit voelt goed, ik wil gewoon ontspannen zijn. Dat is mijn comfortzone. Nu, dat is een heel lang proces, dat is misschien wishful thinking. Allee, dat denk ik eigenlijk niet, want op zich als we daar met zoveel mogelijk mensen in de goede richting naartoe werken, dan moet dat zeker een mogelijkheid zijn om er meer in die richting te krijgen. Dat is altijd wel de uitdaging bij Pony Connect al geweest, om alle paarden een beetje goed te kunnen trainen, goed te kunnen ontwikkelen. Maar dat is ook wel de reden waarom ik deze filmpjes in het leven geroepen heb. Vooral voor dus onze studenten, onze gevorderde studenten, de jongere studenten die eigenlijk een verzorgpaard hebben. Er zijn nu 2 meisjes normaal gezien die met Finley werken, die haar als verzorgpaard hebben. Nu natuurlijk niet door de coronacrisis, maar het zou wel fijn zijn als we terug buiten mogen, dat we dan meer de trainingen nog kunnen stroomlijnen, dat we meer op één lijn kunnen geraken. Dus daarom probeer ik nu al een beetje een guideline te geven van kijk, we willen graag in die richting met Finley werken. Dat is belangrijk voor Finley. En dat is de richting waarin dat we haar willen laten evolueren. Of vooral, wat zijn de focuspunten? Want op zich, ja, als ruiter moet je natuurlijk ook veel leren. Maar je kan altijd wel, ook doorheen het ganse lesprogramma dat je volgt, op bepaalde dingen meer de focus leggen. Bijvoorbeeld als je haar een bepaalde oefening vraagt om achteruit te gaan of zo. Dan kan je haar ofwel belonen omdat ze goed achteruit gaat, ofwel echt gaan focussen op oké, ze gaat achteruit, maar is ze nu echt wel ontspannen. Dus je timing van wanneer dat je beloont, daarmee kan je heel veel aan je paard duidelijk maken. Je kan je paard dus echt wel ook heel rap de verkeerde dingen leren. Als je elke keer beloont van oké, ze gaat wel mooi vlot achteruit, maar ze is super gespannen, ja, dan leer je paard eigenlijk op een duur van ontspanning, dat is niet belangrijk, ik wil gewoon puur dat achteruit gaat. Maar zeker bij een paardje als Finley vind ik het wel belangrijk dat ze dus eigenlijk ontspannen is. En zelfs al gaat ze nog niet perfect achteruit, zelfs al, zeker ook bij het rijden straks, zelfs al maakt ze geen perfecte cirkels, dat vind ik bij haar nu minder belangrijk. Ik vind de mindset bij haar veel belangrijker. Dus ik wil vooral nu, zij zit in de fase waarin we vooral moeten werken eigenlijk aan die ontspanning, die mentale collectie, emotionele collectie. Oh. Ik ben daar een fase 4 aan het geven en ze snapt het niet en oei, ze schrikt even. Ik blijf gewoon rustig doordoen, ik word niet kwaad, ik ga niet ongeduldig worden. Ik blijf gewoon rustig mijnzelfde vraag stellen totdat ze wel doet wat ik vraag. Dus ook bij mijzelf is emotionele fitness heel belangrijk dan met zo'n paard. Dus dat is ook wel dikwijls de uitdaging voor de ruiter natuurlijk. Als je als ruiter zo wel onzeker bent en je weet niet goed wat je moet doen met zo'n paardje. Dan is dat wel moeilijk, omdat zij eigenlijk wel echt heel duidelijk leadership zoekt. Finley heeft een heel duidelijke leider nodig, die een plan heeft, die weet van, oké, dit gaan we doen vandaag. Ze heeft rust nodig, ze heeft duidelijkheid nodig. Dus als je zelf zoiets hebt van, oh, ik weet het niet goed wat ik moet doen en ben ik wel goed bezig, dan is dat wel moeilijk voor Finley. Maar dat kan dan natuurlijk wel een extra goede uitdaging zijn voor haar om uzelf eigenlijk te trainen om toch wel op voorhand een plan te maken en te zeggen van oké, ik heb in de les die oefening of die oefening gedaan, ik ga nu daaraan werken. Anderzijds, een ruiter die heel grote plannen heeft met dit soort paardjes en die van alles wil doen, dat is ook niet altijd makkelijk, omdat je soms gewoon back to basics moet met haar. Als ze echt zo helemaal in de stress zit, dan kan je soms niet altijd direct grote plannen uitvoeren met haar, maar moet je eigenlijk vooral heel erg aan die basis werken. Dus het plan dat ik voor Finley, moest Finley nu volledig mijn paard zijn en moest ik nu zeggen van oké, ik moet dit paard nu trainen, bijvoorbeeld met als einddoel daar wedstrijden of trektochten mee gaan rijden, dan zou ik zeggen oké, ik ga eerst heel erg werken aan die ontspanning, gewoon hier in de piste, gewoon eerst op de grond, dan al rijdende ook. Dan wil ik dat ze soepel is in de bochten, op die cirkels. En dan kan ik meer gaan kijken van oké, blijft ze ook zo ontspannen en soepel in wat moeilijkere hindernissen. Dus dan zou ik dat gaan opbouwen naar wat meer een keer wat uitdagingen. Of op wandeling blijft ze zo ontspannen. Of tussen balkjes, tussen obstakels blijft ze zo ontspannen. Met andere paarden in de piste blijft ze zo ontspannen.
Maar eerst en vooral is eigenlijk, dit is de basis, gewoon met ons twee alleen in de piste samen trainen en een taal en een wederzijdse communicatie opbouwen. Dus ik moet weten hoe ik haar in haar ontspannen fase, in haar ontspannen modus kan krijgen zo rap mogelijk. En zij moet dat leren kijken naar mij van, oké, Julie wil nu dat ik dat of dat doe. Julie, ik kan Julie nu vertrouwen. En als ze dat eerst gewoon in een heel neutrale, vertrouwde omgeving kent, dan kun je dat eigenlijk gaan opbouwen naar ook wat meer onvertrouwde omgevingen, zoals de dingen die ik daarnet opnoemde. Totdat je dan uiteindelijk eigenlijk eender waar op trektocht die communicatie hebt met je paard, eender waar op wedstrijd, eender waar op demonstraties, op weet ik veel waar. Dat is uiteindelijk de uitdaging, dat je dus overal diezelfde basis en communicatie hebt met je paard. En dat je elkaar begrijpt. Ondertussen ben ik opgestapt op Finley. Dus het is de eerste keer dat je mij ziet rijden nu. En dus ook hierin, ik heb haar eerst een beetje laten kiezen waar ze stapte, denk ik. En ik ben wat bezig met friendly game, dus met de zweep rondom haar hoofd. Haar aaien ook en zo, overal. Dus ik doe ook heel veel friendly game on the move. Hetgeen waar ik mee begon op de grond, begin ik hetzelfde mee bij het rijden. Nu ben ik ook met mijn benen aan het aaien op haar buik. Je gaat mij dat af en toe wel een keer zien doen. Zeker bij Finley was dat echt wel een uitdaging. En dat blijft nog een uitdaging voor de komende weken, maanden, denk ik. Tegen dat ze dat helemaal oké vindt. Dus wat ik doe met mijn benen, zowel in stap als in draf, in galop, is soms wat moeilijker. Maar als ik met een paardje nog wat verder zit, kan dat ook wel. Dan wil ik eigenlijk dat ik ze gewoon kan aaien met mijn benen, zonder dat paard direct denkt van, eender wat er gebeurt met die benen, dat betekent sneller. Nee, benen kan gewoon weer afhankelijk van mijn energie, zoals ik al gezegd heb. Hè. Als ik een ontspannen energie heb, ook als ik erop zit, dan wil ik dat ze dat voelt. En dan wil ik dat ze daar leert naar luisteren, in plaats van naar haar vluchtinstinct. Daar zegt van, oei, er beweegt iets aan mijn buik, ik moet rapper gaan. Dus ze moet eigenlijk nog veel meer leren intunen op mijn energie. Hetzelfde met die zweep die rond haar hoofd ging in het begin. Dus juist hetzelfde. Waar ik nu aan het werken ben, is dus die buiging op de cirkel verkrijgen. Buiging, ontspanning. Dus ik wil eigenlijk dat ze net zoals dat ze op de grond deed, af en toe zoal van naar beneden komen, wil ik dus ook dat ze bij het rijden doet. Ze loopt op zich wel tamelijk mooi in de buiging, een beetje veel met haar hoofd overbogen eigenlijk. Ze valt nog een beetje scheef naar binnen, maar al bij al is het al niet slecht voor Finley als je weet van waar dat ze komt. Ze valt wel over haar buitenschouder ook. Dus er is nog wel wat werk aan die soepelheid. Maar daar hebben we sowieso heel veel aan gewerkt vorige week. Nu, wat ik ook bij Finley heb, ik heb er heel veel stukken uitgeknipt uit de filmpjes. Omdat ik bij Finley dus ook heel veel werk aan herhaling, heel vaak hetzelfde doe. En ook voor haar conditie te trainen gewoon eigenlijk. Want haar conditie is ook niet helemaal wat dat zou moeten zijn momenteel. Het is niet slecht, maar allee, ze heeft ook wel een buikje. Ze mag wat fitter staan, ze mag wat scherper staan. En ze heeft gewoon ook heel veel baat bij die herhaling. En gewoon dezelfde beweging, dezelfde oefening, totdat ze rust en ontspanning vindt en dan krijgt ze een beloning. Kijk, hier ziet je dat ik met mijn benen aan het aaien ben over haar buik dus. Het is wel aan het sweepen met haar staart, ze doet dat af en toe wel wat sowieso tijdens het rijden. Dus vooral een teken dat ze eigenlijk nog niet helemaal ontspannen is, dat ze nog met stress zit en spanning zit. Ik hoop dat dat over de tijd heen wel betert eigenlijk. Nu raak ik een klein beetje schouder binnenwaarts. Ah, en dat was het voor dag 2. Ja, mijn camera was uitgevallen denk ik op dag 2 door de batterij. Dag 3 heb ik overdag gewerkt met haar, dus dat is meteen al wel net iets fijner beeld. Ben ik ook dus terug begonnen met grondwerk met de friendly game. Juist hetzelfde. Dus je ziet heel veel overeenkomsten met Romy van vorige week, voor diegenen die het gezien hebben. Het is alleen een beetje een grotere versie en dan een iets gevorderde versie. Maar op zich zitten ze in niet zo'n heel verschillend stadium eigenlijk. Dus ook bij Romy geldt dat eigenlijk juist van hetzelfde als dat ik daarnet zei met Finley. Van, ik wil eerst gewoon puur in een vertrouwde omgeving die communicatie hebben, die vertrouwen hebben, die rust hebben. Wederzijds begrip, dus niet alleen zij die mij moet leren kennen, ik moet haar natuurlijk ook leren kennen. Want like met Finley heb ik al wel wat gewerkt doorheen de jaren. Ik denk dat ze nu ongeveer een drietal jaar bij ons is, Finley.
En ik ken haar wel al wat. Af en toe werk ik er wel eens mee tussendoor. Ik heb in het begin ook wel wat ermee gewerkt. Maar het is niet dat wij echt een fantastische band en communicatie al hebben opgebouwd. Dus dan moeten we sowieso eerst hier in de vertrouwde omgeving opbouwen. Voordat we ook in nieuwe en onwennige situaties kunnen naar buiten gaan. Of veel tussen andere paarden gaan werken of zo. Nu, het voordeel bij Pony Connect is wel als je traint dat je vaak met andere ruiters in de piste bent. Dus daar kan je wel rap aan oefenen zonder dat echt een les te samen is of zonder dat je direct in een grote groep zit. En soms gewoon met twee te samen of zo. En dat is al wel fijn om zelf te leren je focus te houden. En om niet altijd met je omgeving bezig te zijn, maar echt om op je paard te focussen, ook al zijn er al randfactoren. We hebben ook heel veel obstakels die je dan kunt gebruiken om te testen van oké, vertrouwt mijn paard mij nog steeds als het tussen twee blokken moet, als het over balken moet. Dus misschien afhankelijk van hoe lang dat deze crisis hier allemaal gaat duren, kunnen jullie die verdere opbouw zien dan, hoe dat ik het met Romy aanpak, hoe dat ik het met Finley aanpak. In een verdere training, maar eerst en vooral eigenlijk is het belangrijkste gewoon hier aan het touw die communicatie hebben. Want sowieso Liberty gaat je mij nog niet veel zien doen. Dat is nog iets dat erna komt. Dus eens dat ik weet van oké, ik heb op de grond heel goed die communicatie voor elkaar. En ze vertrouwt mij, we verstaan elkaar. Pas dan kan ik eigenlijk ook gaan kijken van, verstaan we elkaar nog altijd zonder touw? Hier ziet je dat ze het helemaal niet zo fijn vindt als ik over haar poep ga met die stok en dat touwtje. Ze stampt zelfs wat, dus... Dat is echt wel heel duidelijk verzet en discomfort voor haar. Dus wat ik wil is hier echt desensibiliseren. Ik ga het gewoon veel gaan doen. Als het echt te moeilijk zou zijn, zou ik een stapje terug doen. Dan zou ik even gewoon met de stick over haar hals gaan. Maar op zich werd ze niet gevaarlijk en werd ze niet echt kwaad. Ze was gewoon een beetje aan het dreigen, maar het was nog niet extreem. Dus dan kon ik gewoon even voortdoen met die oefening totdat ze oké was en dan terug stoppen. Even stoppen en dan ben ik opnieuw begonnen. Totdat ze terug oké vindt. Dus herhaling is heel belangrijk. Hè. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Dus ik herhaal zelf ook veel, ook voor jullie. Omdat dat gewoon een basis is voor paarden. Niet alleen voor paarden, ook natuurlijk voor kinderen en op school, overal. Herhaling, herhaling, herhaling. Voor sommige paarden kan daarop heel saai zijn. Ik heb nu nog geen ponies erbij gestoken in de training, waarbij dat echt... Ja, die echt die herhaling saai vinden. Hij toch niet in de uitvoerige trainingen nu. Maar bijvoorbeeld moest ik nu een keer een week lang Tweety volgen. Dan zou het eigenlijk helemaal anders zijn. Want Tweety is dus echt een pony die heel veel afwisseling nodig heeft. Daar zou ik elke dag iets anders mee moeten doen. Diegenen die de Instagram live gezien hebben van vorige week. Dat was met Bonnie. En Bonnie is dus ook zo'n pony die heel veel afwisseling nodig heeft. En Sienna was daarmee aan het trainen. En zij heeft gewoon... heel kort eigenlijk van alle kleine dingetjes gedaan om Bonnie haar motivatie erbij te houden en om haar geïnteresseerd te houden. Dus je ziet dat ik met Finley echt heel veel friendly game doe. Mijn timing is zeer belangrijk, dus ik stop op een goed moment. Het moment dat ze het oké vindt, dat ze een beetje kalmeert. Daarom nog niet dat ze er helemaal oké mee is, maar ik zoek vooral naar een verbetering. Ik kijk altijd van hoe is het in het begin dat ik een oefening doe. Dus hier ook bijvoorbeeld, in het begin schrikt ze nog wat met haar hoofd, ze doet het omhoog. Totdat ik zie van oké, ze beweegt bijna niet meer met haar hoofd en dan stop ik of doe ik een stapje terug. En dan gaan we het nog even moeilijker maken. Oké, ze houdt haar hoofd tamelijk stil. Ze is een beetje aan het kijken met haar oren en men draait met haar oren, maar ze is rustiger, dus dan beloon ik haar. Belonen is niet altijd volledig stoppen, gewoon een stapje terug kan dus ook al echt een heel goede beloning zijn. Het kan duidelijk zijn voor het paard van oké, de ergste druk of het ergste ambetantste is weg. Nu is het gewoon nog rustiger. Dan schakelen we even over op de andere camera, omdat de goede camera was uitgevallen. Dus nu is het nog een stukje met deze camera. Ik heb Finley haar hoofdstelling gestoken. Daar kunt je nu al op letten, maar straks komt er nog een uitvoeriger stukje. Daar heeft ze soms een klein vervelend tikje. Zichzelf aangeleerd waarschijnlijk, waarbij dat ze soms een keer schudt met haar hoofd. Dus als je er nu al op let, dan heb je het al gezien. Kijk, daar is het net. Een paar keer. En dan ga ik er straks even uitvoeriger op in wat dat we daaraan kunnen doen als we zo'n probleem tegenkomen.
We gaan daar niet zomaar ons bij neerleggen en zeggen van pff, een stom paard, ze schudt altijd mijn hoofd. Nee, dat zijn allemaal kleine probleempjes die je eigenlijk echt allemaal perfect kan oplossen en kan aanpakken. Maar hier op deze dag was ik er mij nog niet zo bewust van dat het echt een groot probleem was. Dus heb ik er nog niet volop aandacht aan geschonken. Maar de dag daarna, ik denk dat de dag daarna was, viel het mij dan toch echt wel op van oei, misschien moet ik hier toch wel iets aan doen. En moet ik er een keer mijn tijd in steken. Oké, ik zit er ondertussen op. Ben terug begonnen met Friendly Game met mijn benen en haar buik aaien. Ze ontspant op zich wel tamelijk snel en ook daarin is mijn timing heel belangrijk. Op het moment dat ze ontspant, stop ik met aaien. Stop ik met wrijven met mijn benen, zodat ze weet van ah oké, als ik gewoon ontspan, dan is het goed en dan gaat de ambetanting weg. Dus het is een soort van conditionering bij ons paard. Dus we leren ons paard van wat we fijn vinden, daar krijg je comfort bij. Wat we niet fijn vinden, is discomfort. Dus het snel stappen naar hoofd omhoog is vervelend, dan wrijf ik. Op het moment dat ze kalm is, dan stop ik met wrijven. Hier is het even een stukje waarbij jullie kunnen zien dat ik Finley niet eens kort aan de teugels neem, zoals ik in de rest wel doe. Dus ik laat daar even helemaal freestyle lopen. En hier kun je dus heel duidelijk zien dat ze heel rap gaat. En in de hoeken kijkt ze dus heel erg naar buiten. Sowieso kijkt ze heel erg naar buiten, op beide kanten eigenlijk. En ze valt enorm met haar binnenschouder naar binnen. Dus haar hoofd gaat naar buiten, haar schouder gaat naar binnen. Dat kun je eigenlijk heel goed zien in draf. Als ik haar niet vastneem, als ik haar niet korter neem. Dus dat is haar natuurlijke freestyle draf. Zoals dat ze die meestal doet in de lessen dus eigenlijk. En dat is natuurlijk niet zo goed voor haar lichaam. Want zo gaat ze sowieso veel te snel, is ze helemaal niet in balans, loopt ze... ja, zichzelf een beetje voorbij en is ze volledig in haar vluchtmodus en allee, niet echt vluchtmodus, maar toch, ze is niet echt aan het nadenken, ze is niet echt aan het leren. Dus dan, daarom, hetgeen wat ik met haar doe, is eigenlijk echt, ja, uiteindelijk wil ik dat ze die oefening die ik daarnet deed op losse teugel, dat ze die gewoon goed doet, dat ze die gewoon rustig doet, dat ze mooi gebalanceerd loopt. Maar aangezien dat ze die balans nog niet van zichzelf heeft, moet ik haar daar eigenlijk nu nog echt heel erg bij helpen. Dus nu ben ik mijn teugels aan het opnemen, heb ik mijn teugels korter opgenomen. En de oefening die ik nu doe is eigenlijk een soort van spiralen de hele tijd over en weer. Dus ze gaat, allee, ik ga slangenvoltes maken door de piste de hele tijd over en weer. Op die manier moet ze eigenlijk heel veel buigen. Moet ze heel veel plooien en moeten we constant van hand veranderen, wat ervoor zorgt dat ze... eigenlijk wel geforceerd, allee, niet geforceerd, maar dat ik haar constant help om de goede houding te vinden. Het feit dat ze heel de tijd van hand moet veranderen, doe daar ook heel erg nadenken. Ze kan niet te veel wegduiken in één bepaalde buiging of cirkel, maar ze moet constant meevoelen van oké, wat zegt mijn baas? Waar moet ik naartoe? Dus dat is eigenlijk wel een heel goede oefening voorafgaand aan de cirkels nog. Daarna ga ik altijd heel veel cirkels gaan doen met haar. Eerst op de ene hand, dan op de andere hand. En je ziet dat ze hier dus... Als je een keer terug zou scrollen naar het stukje zonder dat ik haar contact opneem, zonder dat ik mijn teugels kort neem, zou je zien dat ze nu eigenlijk al veel mooier in balans loopt, dat ze veel meer naar beneden loopt. Kijk, zeker nu gaat ze echt al wel mooi naar beneden. Is ze goed aan het ontspannen, dus dat is eigenlijk ideaal. Dit is hetgeen dat ik zou willen, dat ik haar zo helemaal los kan laten. En dat ze zelfs, want nu is het nog maar op een cirkeltje, maar dat ze dat zelfs op de hoefslag kan behouden, eigenlijk die juiste houding. Maar je ziet dat ik haar nu nog heel erg moet helpen daarin, dat ze nog rap toch een keer omhoog komt. Maar op zich, kijk, nu loopt ze eigenlijk echt al wel een mooi stukje, mooi naar beneden. En nu zie je dat ze haar hoofd wel naar binnen draait, niet naar buiten. Ze loopt met haar hoofd naar beneden, ze gebruikt haar buikspieren. En ook op de andere hand is ze dat uiteindelijk echt wel heel mooi. Oh, het is maar een klein stukje van de andere hand. Sowieso doe ik de beide handen wel evenveel.
beide kanten wel evenveel. En als ze het goed gedaan heeft, mag ze in het midden stoppen. Dus dat is een soort van bullseye eigenlijk, noemt die oefening. Bullseye of in de roos wil zeggen dat ze in het midden van de cirkel mogen stoppen als ze het goed doen. We lopen eerst de hele tijd cirkel, cirkel, cirkel. Op het moment dat we een verbetering voelen of dat we voelen van oké, dit was goed, mag ze in het midden stilstaan. En daar blijven we even stilstaan om te belonen en na te denken. Daarna ben ik ook in de galop verder gegaan met haar. Dit is de rechterkant, is eigenlijk haar betere kant. Op zich is dit ook al een heel erge verbetering met vroeger, waarbij dat ze soms echt zo rap liep dat ze viel over haar eigen benen. Ze is ooit nog met mij echt op haar knieën gevallen in galop, omdat ze gewoon volledig zo emotioneel was en niet bij zichzelf was. Dus het is op zich echt wel al een grote verbetering nu. Maar het is nog altijd rap en nog heel veel momenten eigenlijk behoorlijk onbeheerst. Dus ik zou willen dat ze dit nog beheerster doet. Maar daarvoor heeft ze natuurlijk nog meer spieren nodig. Heeft ze nog meer kracht nodig. Nog meer beheersing van haar eigen. Nog meer vooral rust en ontspanning en vertrouwen in de mens. Dus daar gaan we zeker ook naartoe werken met haar. Op het moment dat ik zie van oké, ze ontspant wat meer. Ze gaat met haar hoofd meer en meer naar beneden. Dan kan ik haar daarvoor gaan belonen eigenlijk. Het is soms moeilijk te zien op het filmpje. Ik ga vooral heel erg af op mijn gevoel als ik erop zit. Wanneer ik echt voel van oké, nu is het beter. Maar hier zie je dat er al wel een aantal momenten, mooie momenten in zitten. Dat ze echt wel naar beneden komt met haar hoofd. En kijk, nu was het waarschijnlijk volgens mijn gevoel beter en goed. Dus dan laat ik haar draven. Zie hoe dat ze direct in draf mooi die ontspanning opzoekt. En echt naar beneden gaat met haar hoofd. Dus dat is wel echt super dat ze dat doet. Hè. Sorry voor mijn kat op de achtergrond. Die zorgt voor een beetje achtergrondmuziek. Ik ben nog een keer terug in galop gegaan. Dus zoals ik zei, die herhaling. Het is niet gewoon één galopje dat ik doe, maar ook de overhangen zijn belangrijk. Dat is iets dat ik in een verder stadion zeker ook meer nog zou opwerken. Als ik zie van oké, in galop gewoon op de cirkel is ze kalm. Dan zou ik meer gaan kijken van oké, behoudt ze die kalmheid ook in de overgangen. Stap, draf, stap, draf, stap, draf. En dan draf, galop, draf, galop, draf, galop, uiteraard ook. Want sowieso overhangen zijn altijd een soort van stressfactor voor een paard. En dan gaan ze wel rapper terug die ontspanning verliezen. En zo gaat eigenlijk elke keer je uitdagingen gaan opzoeken, jezelf gaan challengen en je paard en de relatie een keer naar een hoger level brengen. Dus je ziet dat ik ook niet gewoon één rondje galop doe, maar ze blijft echt wel een hele eind lopen totdat ik voel van oké, ze is aan het ontspannen. Wat dat uiteraard ook weer zorgt voor haar conditietraining, waar dat we hier ook aan werken. Dus het is eigenlijk wel een volledige allround training. Voor het paard en voor mezelf uiteraard ook. Want paardrijden is een sport. Dat was beter, dus dan ga ik terug naar draf. Je ziet die staart nog altijd tamelijk wat zwiepen. Op momenten dat ze echt ontspannender is, is het wel beter. Hieruit zijn we bijvoorbeeld wel even wat stiller of soms een klein kronkeltje. Maar in het algemeen is het echt wel beter als ze ontspant. Een oefening die ik denk ik hier aan het doen was, is eigenlijk op de cirkel lopen in draf met wat meer buitenstelling. Was niet zo duidelijk. Dat is al meer echt een gevorderde oefening. Wat dat ook wel een keer goed is voor haar buiging. Om echt die soepelheid van die schouder te kunnen testen. En te kijken van, kan ik u even goed naar links als naar rechts buigen? Ah, en nu ben ik ook bezig met de aaien met mijn benen op haar buik. En het is ook daarom dat ze nu ineens wel weer wat meer zwiep met haar staart. Want dat vindt ze dus ook echt niet fijn. Dan komt ze ook meer met haar hoofd in de lucht. Dat vindt ze nogal vervelend. Maar je moet echt leren van daarin wel te ontspannen. Dus ik ga er ook nog wat mee verder in stap dan. Totdat ik zie dat ze echt mooi ontspant. En als ze het goed gedaan heeft, krijgt ze uiteraard haar rust in het midden. En een tijdje een beloning.
Ik heb dan uiteraard ook hetzelfde gedaan aan de andere kant. En dit is eigenlijk haar moeilijke kant. Je zult zien dat ze hier meer zwiept, meer staart, meer haar hoofd in de lucht uit. Ze valt hier veel meer met haar buitenschouder naar buiten eigenlijk. Dus het is hier zo echt een beetje een kromme lijn. Dus hier is het echt wel moeilijker om haar rechter te krijgen. Hier moet ik soms ook echt haar schouder naar binnen vragen. Maar dan wel zorgen dat ze niet helemaal in de verkeerde buiging gaat rondlopen. Dus het is sowieso een moeilijkere kant om haar hier correct te krijgen. Het gaat meer tijd nodig hebben om haar op deze kant goed te krijgen. Dus wat ik dan sowieso doe, is eigenlijk meer aan deze kant gaan oefenen dan aan de andere kant. Zie dat ik nu ook rapper tevreden ben met mijn resultaat dan op de andere kant. Gewoon omdat het nog veel moeilijker is voor haar. Dan zijn we aan dag 4 aanbeland. En hier ga ik dus tonen wat ik doe met het hoofdstel. Om ervoor te zorgen dat ze het oké vindt. Ik had het daar eerst al aangedaan, maar ik dacht ik ga nog eens een filmpje maken. Dus ik heb het daar eens opnieuw uitgedaan en aangedaan. Ze gaat een beetje achteruit. Ik ga niet kwaad worden of dan vooral stoppen, maar ik ga gewoon mee achteruit met haar. Zodanig dat ze zoiets heeft van oké, achteruit gaan is geen optie. Heeft geen nut. Ik steek het mooi over haar oren en je ziet dat ze daar al begint te schudden met haar hoofd. Ik heb haar eerst even goed terug gepositioneerd voor de camera. En dan ga ik het eigenlijk een beetje gaan uitlokken. Ik ga extra traag, speciaal voor het filmpje, maar ook echt wel voor haar training, extra traag die riem gaan toedoen. En elke keer, kijk, elke keer dat ze dus probeert te schudden, ga ik eigenlijk die riem vastpakken en ga ik druk geven. Eigenlijk stekelvarkenspelletje. Ga ik haar naar beneden vragen om te komen. Zie, voilà, ik vraag haar naar beneden. Elke keer dat ze schudt met haar hoofd, zeg ik van, oh, jij doet iets. Ah, ik geef nog meer tegendruk. Voilà. Zodanig dat ze op een duur zoiets heeft van, huh, zo vervelend. Ik schud met mijn hoofd en ik moet naar beneden komen. Hop. Voilà. En dan hoop ik eigenlijk dat ze het wel afleert op die manier. Nu, ik krijg dat niet op één sessie goed. Dat is iets dat wel wat tijd vraagt. En dat ik gewoon ook een paar keer naar elkaar moet opnieuw vragen. En herhalen, totdat ze het kent. En een keer vanuit een ander perspectief zicht op de binnenpiste. We gaan al direct over op het rijden en het draven. Ik had al een tijdje ingereden, want mijn camera was al niet meer zo vol. Dus je ziet dat ik haar al hier direct op contact genomen heb. En een draf terug op de cirkel aan het oefenen ben. Ze is weer tamelijk wel aan het zwiepen met haar staart. We gaan proberen werken naar die ontspanning toe terug. Dus dat is elke keer opnieuw. Heel veel training, heel veel herhaling, want dat is dan ook echt wel training. Wat ik nu vooral niet wil hebben, is dat jullie allemaal denken van paardrijden is zo saai, het is altijd hetzelfde. Nee, zeker niet. En we doen natuurlijk in de lessen ook veel andere leuke dingen en daar doen we wel elke les een keer iets anders. Maar als je echt ooit zelf een paard hebt en je wilt er mee trainen, je wilt er dingen mee bereiken, dan wil ik jullie vooral ook meegeven van, kijk, je moet ook wel echt aan de basis werken. En soms is het wel eens wat saaier, maar ik vind het eigenlijk niet saai, want ik werk aan heel fijne kleine dingen. En ik zie ook wel elke sessie verbetering, elke sessie vooruitgang. Maar het moeten niet elke sessie grote, spannende, speciale dingen zijn. Nee, ik wil eigenlijk eerst en vooral gewoon een goede basis altijd. Alles vertrekt vanuit een goede basis. Hier ga ik even in verlichten zitten om eens te kijken of ze dan ook kan ontspannen en oké blijven. Het is gewoon ook eens als afwisseling, soort van friendly game on the move. Dat ik wil dat ze ook daarin rustig blijft. Dus dat is al iets van variatie dat ik aanbreng voor haar en kijken of dat ze dan nog steeds oké vindt. Ga terug gaan zitten. En we lopen terug verder. Je ziet dat hier tamelijk wat tijd kost tegen dat ze ontspant. Ze had het wel lastig in een dag ook weer. Ze is ook behoorlijk rap aan het lopen eigenlijk daar. Daar was het ietsje beter, dus dan ga ik gaan belonen in draf. En dan vraag ik natuurlijk in draf ook zo rap mogelijk terug die ontspanning. Oh, ze duwt tegen, ze duwt tegen, ze duwt tegen. Probeer haar ook wat te ontspannen door haar te aaien. Dat helpt ook zeker bij dit soort paarden. Een keer gewoon een goede zachte aai over hun hals.
Daar ontspannen ze ook al veel beter van. Ik ben ondertussen ook aan het aaien met mijn benen over haar buik, wat dat ze natuurlijk niet leuk vindt. Nog steeds niet. Ik hoop jullie binnen een paar weken wel filmpjes te kunnen tonen van hoe dat ze het wel leuk vindt en hoe dat ze het toch op zijn minst gewoon oké vindt en accepteert. Dus je moet dit vooral als een soort van voorfilmpje zien. En het nafilmpje komt nog. Het is moeilijk om jullie op één week al heel veel vooruitgang te tonen. En dat wil ik jullie vooral ook echt wel meegeven. Van ja, paardentrainen, dat gaat niet zomaar op één dag. Je hebt er echt wel geduld voor nodig. En heel veel tijd, maar dat vind ik net wel het leuke eraan. Dat is echt een relatie opbouwen met je paard. Je bouwt een communicatie op, een taal op. En als ik dan zie hoe dat zijn vruchten afwerpt, als ik dan met Galien nu werk ondertussen, dan weet ik waarvoor dat ik het doe. Dus dat is het fijne eraan als je echt een einddoel in je hoofd hebt en je weet waar dat je werkt. En zelfs als je dat einddoel bereikt hebt, dan zoek je weer een ander einddoel om aan te werken. Dat is eigenlijk het leuke eraan, aan paardrijden. Altijd nieuwe doelen zoeken, altijd nieuwe uitdagingen zoeken. Wat dat niet wil zeggen dat ik nooit tevreden ben met waar dat ik ben, zeker wel. Want na elke sessie, ik probeer mijn doelen per sessie vooral niet te hoog te stellen. Zodanig dat ik wel eigenlijk op tijd voor mezelf blij kan zijn met het resultaat. En dat ik per sessie wel vooruitgang kan boeken en kan voelen van oké, we hebben weer iets bereikt. Trouwens, nog eens vermelden dat voor degenen die mij willen volgen en mijn trainingen willen volgen, heb je de app Equilab, waar ik al mijn trainingen bijhoud. En daar geef ik ook altijd een klein beetje commentaar bij van hoe dat het ging en zo. Dus dat kun je altijd opvolgen. Hier loopt ze weer tamelijk gespannen. Dus ook op haar linkerkant, is haar moeilijke kant. Ze maakt ook korte pasjes, zoals je ziet. Dus ze heeft het wel lastig op die kant. Maar dan beloon ik haar ook echt wel voor de kleine verbeteringen. Dus hier loopt ze op links echt ook nog niet helemaal mooi ontspannen en naar beneden zoals ik het uiteindelijk zou willen. Maar ik ben al blij met de kleine vooruitgang die ik voel. Het ziet er soms allemaal wat gespannen uit en dat is sowieso ook... We zijn allebei op zoek naar harmonie en naar rust en samenwerking. Maar soms in die zoektocht daar naartoe is het soms echt wel wat... Niet altijd even mooi en niet altijd even harmonieus. En ik denk dat jullie dat ook wel weten als jullie zelf met paarden werken, als jullie in de lessen soms met paarden werken. Het ziet er niet altijd even mooi uit achter de schermen of even harmonieus, maar dat hoort erbij. Dat is normaal, dat is ook bij mensen zo, in menselijke relaties zo. Soms een keer goed en soms een keer wat minder. En als het wat minder gaat, dan werken we eraan om terug naar een beter moment te gaan. Als het beter gaat, dan proberen we ervan te genieten van de goede momenten. Maar dus, hier zie je dus heel duidelijk, die linkerhand is echt wel een moeilijke. Het is niet evident. Maar ik ga vooral niet op zo'n moment dat ze moeilijk gaat zeggen van het lukt niet, stom paard. Kan het niet. Hij kan het niet. Nee, ik weet altijd, ik geloof er altijd in. Want het kan beteren, het gaat beteren. En je zag daarnet al even een paar momenten dat ze aan het beteren was. En ik weet op het einde van deze galop is ze ook echt wel ontspannender. Dus bij paarden is het zeker zo de aanhouder wint. Voilà, daar komt ze al een beetje vaker naar beneden soms. Het is nog heel onregelmatig. Oh, dat is even in een stressdrafje gevallen. Dus ik probeer zelf ook echt mijn energie laag genoeg te houden, zeker bij dit soort paarden. Als ik ontspannen genoeg ben,
dan gaat zij dat wel hopelijk op een moment ook voelen en zelf ook ontspannen. Kijk, daar komt ze al wat meer naar beneden, is ze al meer aan het ontspannen. Voilà. Goed, daar gaan we naar op zoek. Ja, ja. Dat is hetgeen dat we zoeken. Totdat ik haar uiteindelijk echt helemaal op een touwwalster met losse teugel kan rijden. En dat ik die ontspanning ook kan opzoeken. Of zelfs zoals met Galine op Nextring of enkel mijn stick. Kijk, ze ziet dat ze daar al veel beter naar beneden gaat. Dat ze al veel meer aan het zoeken is. Ik probeer haar dan even in dat gevoel te houden. Dus ook niet direct stoppen van als ze één stap goed doet. Want dan heeft ze niet door waarom. Ik probeer haar vooral dat goed gevoel te geven. Te onthouden hoe dat ik zelf dat goed gevoel kan ontwikkelen bij haar. Kan verkrijgen bij haar. En haar zelf de herinnering te geven van, ah, dat kan fijn voelen, dat kan ook goed zijn. Want dit voelt ook echt wel beter voor haar. Ze moet het alleen nog leren en in haar systeem inprenten. Totdat gewoon haar tweede natuur wordt eigenlijk. Dus daar zie je dat ze al veel langer. Kijk, als je nu zou terugscrollen naar 2 minuten terug, dan zou je het verschil echt wel zien. Ze is veel ontspannender, ze is al veel beter. En dat is hetgeen dat we naartoe werken. Daar weet ik dan van, oké, daar doen we het voor. Daar hebben we het geduld voor nodig om daar naartoe te werken. En dat wil niet zeggen dat het de volgende sessie perfect hetzelfde gaat zijn en direct hetzelfde en direct zo goed gaat gaan. Nee, dat gaat misschien weer een tijdje duren tegen dat ze zo ontspannen loopt. Maar dat gaat wel rapper en rapper gaan en meer gaat zij snappen waar dat ze naar op zoek moet gaan. Ga ik ook weten hoe dat ik het daar moet uitleggen. Om haar daar te krijgen en gaan we elkaar beter begrijpen. Je ziet dat er ook hier en daar wat mesthoopjes liggen elke keer als ik met Finley rijd. Het is sowieso mij opgevallen als ik met haar trainde dat ze vaak mest. Dus dat is sowieso ook een teken van stress. Dus dat paardje zit wel met wat stress en daar werken we zeker aan. Dus ook hier als ik met de zweep onder mijn hoofd zweep. Mijn lichaam is heel ontspannen, mijn lichaamstaal is ontspannen. Maar zij is nog wel op instinct van, oh, er is iets, haar hoofd gaat omhoog. Ik ben ondertussen ook aan het combineren met mijn benen aaien, dus nu maak ik het daar eigenlijk echt wel heel moeilijk. Maar ik leer haar van, ga niet vluchten. Ontspan, voilà. Op het moment dat ze haar hoofd naar beneden doet, stop ik met onaangename gevoel. Dus dan weet ze van, oké, daar moet ik naar op zoek. En hoe meer dat je dat herhaalt, hoe beter. Dus zo'n training van een paar dagen na elkaar, daar ben ik sowieso voorstander van. Dat kan ik iedereen aanraden. Gewoon een aantal dagen na elkaar trainen. Daar leert je paard zoveel van. De laatste dag, dag 5, ben ik ook terug begonnen met grondwerk. Dus kijken hoe responsief dat ze is op mijn driving game. Dus het drijvend spelletje. Kijken hoe dat ze opzij gaat. Nu wil ik eigenlijk dat ze heel mooi onderzet. Ja, voilà. Ah, ze zet toch weer haar achterbeen wat naar achter. En daaraan ziet je ook wel hoe soepel dat een paard is. Hoe gebalanceerd dat een paard is. Als ze dat één achterbeen altijd zo wat schuin achter hun lichaam zetten, dan zijn ze minder in balans dan als ze het mooi onderzetten en als ze dan zo wat kunnen blijven staan. Dus er is nog wel wat werk aan bij Finley. Ik ga haar op de cirkel vragen. Ik vraag haar mooi haar achterhand ook wat naar buiten. Zodanig dat ze mooi, dat ze niet zoiets heeft van, ja, cirkel en hup, ik ben weg. Nee, ik wil dat ze mooi op de cirkel loopt, dat ze mooi meebuigt. Voilà, en dat ze ook direct die ontspanning gaat opzoeken. Ik heb heel bewust ook mijn stijgbeugels laten hangen nu, zodanig dat ze ook dat ritme leert voelen en leert voelen van, oké, daar beweegt iets, maar dat is allemaal oké. Dus dat is ook een soort van friendly game voor haar eigenlijk, dat er daar van alles hangt. En uiteindelijk, kijk, dit is eigenlijk hetgeen dat ik zou willen. Het is nog niet perfect, maar wil ik dus ook dat ze mooi die buiging behoudt. Oké, ze kan ook mesten terwijl ze draaft. Dus ik zet haar direct terug in draf. Ook al wil ze mesten, dat is voor mij geen probleem. Ze mag mesten, maar ze moet daarvoor niet elke keer stoppen.
Ik wou gewoon dat ze draafde, dus ik draai tegen de richting in om haar te vertragen. Er komt nog een uitgebreid filmpje ook ergens van, een instructiefilmpje uit onze Pony Connect Academy. Voor degenen die daar geen toegang toe hebben, vraag gerust naar meer informatie daarover. Daar hebben we stap voor stap filmpjes van hoe dat we elke oefening eigenlijk correct uitleggen en aanleren. Dus eigenlijk wil ik uiteindelijk dat ze mooi meedraait, dat ze niet zo naar buiten kijkt, dat ze niet zo naar buiten valt. Er is nog werk aan. Maar zoals ik al zei in het begin, als ik weet van waar dat Finley komt, ben ik op zich al blij met wat ze doet. Maar er is nog veel tijd voor nodig om te verfijnen. Dus heel veel aaien tussendoor helpt daar ook echt wel om te ontspannen. Ik help haar soms een beetje met haar hoofd naar beneden vragen. Zodat ze leert van oké, dat is echt oké, daar krijg ik rust. Dus hier zie je dat ze echt mooi zoekt naar beneden. Je ziet op die momenten ook echt mooi haar spieren in haar hals. Dus ze zitten er wel. Ze moeten alleen soms nog wat bij ontwikkeld worden. Vooral de juiste spieren dan. Vooral die bovenste nekspieren, halsspieren. En de onderste moeten niet zo sterk zijn, die moeten vooral ontspannen. Voilà, als ze zo mooi naar beneden loopt, kijk in galop, super zo. Dus ze kan dat ook bij het rijden, ik weet dat ze het kan. Maar nu moet ze het nog meer leren. Als normaal zien. Dus heel veel friendly games, zoals dat je ziet, heel veel ontspanning. Je zult misschien denken, beu, zo saai. Maar eigenlijk is dat zo fijn als je dan voelt hoeveel liefde dat je dan van je paard krijgt. En hoeveel rust dat dat geeft, zowel aan jezelf als aan je paard. En dat is uiteindelijk de basis van waaruit dat je het best kunt leren. Een rustige mens en een rustig paard kunnen het best leren. Nu vraag ik haar wat meer zijwaarts, een klein beetje. Dus die buiging eigenlijk vanaf voor. Ik vraag mooi haar schouder opzij. Eens kijken hoe goed dat ze daarop reageert op de grond. Nou, een beetje een zwiep. Ze vindt dat niet zo fijn. Ze is ook tamelijk gespannen. Haar hoofd is tamelijk omhoog. Dus een oefening die je kan zien. Ook bij Galien heb ik die vorige week wat getoond op het filmpje, denk ik. Waarbij dat Galien echt wel heel mooi in die buiging gaat. Heel mooi haar hoofd. Ook ontspant en mooi rondloopt. Bij Finley is daar nog wel wat werk aan. Ik vraag haar naar mij om op te stappen. Ik heb haar hoofdstel aangedaan ondertussen. Ik heb die oefening niet meer opnieuw getoond van hoe dat ik haar hoofdstel aandoe. Maar het is een beetje hetzelfde als dat ik op de vorige dag had getoond. Dus dat doe ik elke keer opnieuw. Voordat ik opstap ga ik wat aan mijn zadel naar links en naar rechts trekken. Zodanig dat ze wat mooi in balans staat. Het is april, dus we stappen linksop. Eerst even springen. Wachten tot ze mooi blijft stilstaan. Aaien. Ja, ze blijft staan. En dan kruip ik erop. Zo doen we het elke keer en elke keer opnieuw. Perfect practice makes perfect. Dus we doen het rustig aan en elke keer goed. Eerst terug wat die friendly game herhalen. Zodanig dat we terug allebei in tune zijn met elkaar. Ook met mijn benen, maar ze blijft al heel mooi staan. Zoals dat je ziet, ze is echt al wel ontspannener. Dus ik merk al wel betering ten opzichte van de eerste dag van de week in het algemeen. Voordat we beginnen te rijden, doen we altijd de pre-flight checks. Dus we gaan eerst ons paard inbuigen naar beide kanten. Dus we vinden die ook wel een uitdaging, want ze heeft heel rap de neiging om mee te gaan stappen. Maar ik wil gewoon dat ze blijft stilstaan. Dus daarbij zorg ik vooral dat mijn energie heel laag is. Dat ik gewoon ontspannen ben. Zodanig dat zij ook voelt van oké, ik moet gewoon blijven staan. Het is gewoon inbuigen.
In het tweede pre-flight check is het achteruit gaan. Dus bij Finny nog wel een uitdaging met het bit, omdat ze daar soms heel vaak verzet op geeft. Dus je ziet dat ze ze soms naar voren duwt, maar ik beloon pas als ze echt mooi zacht wordt op haar hoofd, op haar mond, in haar mond, en dat ze ook mooi achteruit gaat. Maar vooral, dus zoals ik daarnet zei, het hangt ervan af waar dat je focus ligt. Bijvoorbeeld bij de achteruit gaan, dus ik focus vooral op ontspanning en lichtheid. De derde pre-flight check is de achterhand verzetten. Daarmee wil ik dus dat ze mooi haar achterhand onderzet. En dan ga ik het direct vermengen met de vierde pre-flight check, de voorhand verzetten. Voilà. Dat is een filmpje dat ook terugkomt. Een oefening dat ook terugkomt in een van de instructiefilmpjes van de Academy. Maar dan van op de grond. Maar diezelfde oefening kunnen we dus ook bij het rijden doen. Achterhand en voorhand in een vloeiende beweging. De voorhand is de bedoeling dat haar achterbenen blijven staan, maar je ziet dat Finley daar nu nog niet is. Ondertussen zijn we begonnen met stappen, ben ik terug bezig met de friendly game aan haar benen. Aan haar buik, met mijn benen bedoel ik. En je ziet dat ze er al wel iets beter op reageert en op kalmeert. Ze zwiept nog wel wat meer staart. Maar dat gaat zeker niet direct over zijn, sowieso, dat zwiepen met de staart. Dat heeft wel wat tijd nodig. Maar op zich loopt ze hier wel al heel mooi op de buiging en kijk, zelfs met een losse teugel gaat ze niet direct in vluchtmodus met haar hoofd opzij of omhoog. Dus dat is hetgeen dat ik eigenlijk echt naar op zoek ben. Mooi, die ontspanning, dat ze dit kan behouden. En nu doe ik dit nog op bit en op halster, maar ik wil dit dus echt kunnen zonder bit, op touwhalster. Op bit en op bit bedoel ik. Uiteindelijk zou ik het echt willen kunnen op touwhalster en zelfs zonder touwhalster uiteindelijk. Dus dat is voor mij de meest logische manier om een paard te trainen. Naar bitloos rijden, naar... contactloos rijden. Dus eigenlijk beginnen met een bit en eindigen zonder helemaal iets. Maar dat is natuurlijk niet de manier waarop dat we het leren aan de ruitertjes. De ruitertjes beginnen eerst op een touwwalster. Dat heeft natuurlijk helemaal andere redenen. Ik ben zelf ook helemaal anders begonnen natuurlijk met rijden ook en met Pirelli doen. Maar de ontwikkeling van een paard gaat anders, of de ideale ontwikkeling van een paard, ik zal het zo zeggen, gaat in een andere chronologie dan de ideale ontwikkeling van een ruiter. Dus, maar daar kunnen we nog wel eens over discussiëren. Tussendoor wil ik even meegeven dat er dus een Insta Live is. Elke week, of bijna elke week. Deze week hebben we er nog geen gehad. Vorige week was het met Sienna en Bonnie. De week daarvoor met Sienna en Whisky. Dus bekijk het gerust op de Pony Connect account op Instagram. @ponyconnect. Vervolgens heb ik er terug een paar filmpjes bijgestoken van Siel en Marjolein en Empress, omdat ze zo leuk zijn en mij weer een paar toffe filmpjes doorgestuurd hebben. Ik heb er ook een aantal van gedeeld op Instagram, omdat ik zo trots ben op hun. Oeps. En omdat het zo leuk is om te zien wat ze er allemaal mee doen met deze pony. Ze hebben daar trouwens 1,5 jaar ondertussen als verzorgpony. Ik dacht dat het 1 jaar was, zoals ik vorige keer zei, maar het is blijkbaar 1,5 jaar al. Hopla, een sprongetje en Sila zit is ongelooflijk. De lichtheid van de fases mag soms nog wat beter. En de communicatie. Maar op zich doen ze er superleuke dingen mee. Kijk, ook dit tussen de schapen. Dat is fantastisch. En ik wist zelfs niet dat Empress kon liggen op commando. Maar dat kan ze. Dan mogen Sila en Marjolein mij gerust eens uitleggen hoe dan ze het geleerd hebben aan Empress. Want ik vind dat altijd heel boeiend. Je hebt 101 manieren om een paard te leren liggen. Maar het ziet er super tof uit. Ik heb er dan ook een klein filmpje tussen gestoken van Liana terug ondertussen. Liana was mank en is eigenlijk nog steeds mank. En dit was even een sessie waarbij ik het nog eens ging testen en kijken hoe dat ze liep. Maar zoals dat je ze biedt wel zou kunnen zien, is ze dus nog altijd mank.
Vooral hier op de rechterkant in de draf. Kijk, dus je ziet het eigenlijk direct dat ze heel erg tegentrekt. Het is wel beter in de buitenpiste, maar het is nog altijd niet oké. Dus we gaan de dierenarts sowieso eens laten komen, want ik heb haar nu al wel een tijdje rust gegeven. Maar het is nog altijd niet echt veel beter. Dus we gaan bekijken wat we ermee kunnen doen. Ik probeer haar wel een beetje onder te vragen, maar ik ga haar sowieso niet te lang laten lopen, omdat ik dus zie dat het pijn doet voor haar. Dus vooral de rechterkant is haar moeilijke kant. Ik heb haar ook nog eens de andere kant gezet. En ondertussen doe ik natuurlijk ook wel een paar oefeningetjes, dus zoals de friendly game on the move, ook de basis. Met de stick over haar. En een beetje die buiging vragen. Hier loopt ze ietsje beter, maar zelfs hier ziet je dat ze eigenlijk op haar rechterbeen pijn heeft. Rechter achterbeen. Allee, misschien zien niet iedereen het, maar dat is iets dat je dan kan oefenen. Je kan het filmpje ook wel vertragen, dan kan je het misschien beter zien. Dus zeker bij de eerste cirkel op de rechterhand, waarbij dat de rechterhand dus aan de binnenkant van de cirkel is, rechterkant, dan zie je het wel. Sienna en Whiskey hebben weer leuke dingen gedaan vorige week. Onder andere gaan neerliggen. Sienna heeft er al een heel goede communicatie mee opgebouwd met Whiskey in der tijd. En het is leuk om te zien dat ze die toch heel rap weer terug hebben, ook die communicatie. Het was de eerste week wel lastig, de eerste twee weken eigenlijk. Maar vorige week ging het eigenlijk echt al wel weer super. Ze zei mij ook vol enthousiasme dat het al veel beter ging. Whiskey had zin om te rollen. Whiskey hoestte ook vorige week wat. Kijk, dat zit hier nu, dat hij aan het hoesten is. Hij heeft ondertussen medicatie bijgekregen en het is beter. Ook bij Bonnie is het beter. Dus ook bij Romy. Bij Romy was het ook niet zo goed, maar van de week heb ik haar eigenlijk ook niet meer zien hoesten. Dus ik ben blij dat onze ponies weer gezond zijn. Sienna ging er nog eens op gaan zitten. En dan heeft ze er uiteindelijk ook nog mee gereden. Hier een klein filmpje om te tonen hoe goed dat haar galop ging ondertussen. Zonder zadel, zonder hoofdstel, met de stick. En het zit er weer helemaal in. Hij heeft niet meer gebokt. Dus Whiskey is nog altijd dezelfde superpony van weleer. Maar hij moet soms even een keer testen in het begin. Dus dat deed hij natuurlijk ook bij Sienna. Gelukkig is Sienna een doorzetter en laat ze er niet op doen. En ze zijn ook eens gaan wandelen. Galien was super enthousiast om naar mij te komen op de track. Ik heb nog een klein filmpje van haar ook, want ik heb wat dressuur gereden met haar vorige week. Het is wel ook met de iets minder goede camera. We zijn begonnen met grondwerk en de halfway over jump. Dat was heel kort. En daarna ben ik ermee gaan rijden. Met bit, met hoofdstel, met zadel, met sporen ook. En hier werk ik dus heel erg ook aan die ontspanning zoals dat je ziet. Ik wil dat ze mooi naar beneden loopt. Dat ze mooi in de goede buiging loopt. Ik had ook twee toeschouwers in de piste. Iman en Moon vonden het zeer interessant. Ja, daar gaat ze dus mooi naar beneden lopen. Dus ik vind het wel eens nuttig voor jullie om dit erbij te steken, dat jullie kunnen zien van oké, Galien is ook nog niet perfect, maar staat al wel in een veel verder stadium van fysieke ontwikkeling. Het is natuurlijk ook een Arabier, dus is ook niet optimaal en niet ideaal om haar heel ver te laten ontwikkelen, maar voor een Arabier loopt ze op zich wel niet slecht. Dus hier ziet je haar in een mooie vlotte draf, ze loopt mooi in de buiging. Mooi in de juiste stelling, op cirkeltjes, op de rechterhand. En dat voelde ook heel fijn. Ze was die dag echt heel goed gezind, ze was goed vooruit, het ging echt heel goed eigenlijk. Dus het voelde alsof ik van alles kon doen met haar. Ik heb ook tamelijk wat zijgangen geoefend met haar. Dat is niet altijd even duidelijk zichtbaar. Zijgangen, dat wil zeggen, dat is een soort van zijwaarts, zoals het zijwaarts spelletje, maar dan bereden. En met het bit, met contact,
Dat gaat je hier zien, normaal gezien, een stap. Dat is echt al wel meer voor de gevorderden natuurlijk, maar voor de beginners, niveau 1, niveau 2 studenten ook, is het misschien wel leuk om te zien waar dat we naartoe kunnen werken. Dus hier zie je dat ze mooi zijwaarts gaat. Met haar hoofd in de juiste richting gebogen. Dus een beetje aan het swiepen met haar staart, omdat dat wel wat concentratie vraagt van haar. Omdat ik wel wat druk moet zetten op haar. Hopla, daar gaan we mooi overdraaien. Dan gaan we nog een paar zijgangen doen. Dus het zijn allemaal schouder binnenwaarts, appuyement. Hier doe ik travers. Dus dat zijn oefeningen voor de gevorderden eigenlijk. En daar maken we weer een kleine pirouette en stap nog. En dan gaan we hetzelfde doen op de andere hand. Pirouetten zijn oefeningen die je uiteindelijk ook in galop moet kunnen als je echt in dressuurwedstrijden verder wilt gaan. Als er mensen zijn die daar ambities in hebben, het is een aanrader, want als je echt dressuur gaat doen, is het eigenlijk net dansen met je paard. Dan zit je mooi in evenwicht op je paard. Maar eigenlijk is in liberty spelen, in vrijheid spelen met je paard even goed. Dansen met je paard, ook evenwicht, balans, harmonie. Dus het is in alles wel een uitdaging om dat te vinden. Ook bij het springen moet je in evenwicht zitten. Dus hier zit je de andere kant. Dan maak ik een soort van pirouette. Dan ga ik over naar een... Het is moeilijk om te zien, maar ik denk dat ik een soort appuyement aan het doen ben nu. Het is niet helemaal duidelijk, omdat het ook niet echt in een mooie rechthoekige piste is. En dan ga ik waarschijnlijk ook nog verder doen met een stukje travers. Langs de omheining. Ja, daar. Dus travers wil zeggen dat haar poep naar de binnenkant is. Haar hoofd en haar schouder tegen de buitenkant. En op die manier maak ik mijn paard eigenlijk soepel. Zorg ik dat mijn paard mooi... mijn gevoel volgt, mijn benen volgt. Galine is ook echt heel slim daarin. Ze zoekt ook echt van, oké, wat wilt je van mij, baas? Ze is er heel lief in ook en heel gehoorzaam. En je ziet dat ze eigenlijk wel constant mooi zichzelf draagt. Dat ze mooi met haar hoofd rondloopt in de juiste buiging. Dus dit is hetgeen dat ik met Finley en met Romy eigenlijk ook, maar dan van op de grond, echt wel naartoe wil werken. Galine is voorwaarts, is enthousiast om te werken. Daar was schouder binnenwaarts in draf. Naar een travers in draf. Naar een appuyement in draf. Voilà. Zeker nog niet perfect ook, maar we doen ons best. En daar nog een beetje hetzelfde aan de andere kant. Dus hoe meer dat je van dit soort oefeningen doet, hoe meer dat je eigenlijk met je paard nog fijner een communicatie opbouwt. En uiteindelijk zou ik dit zelfs met Galine allemaal willen kunnen op nekstring. En misschien zelfs zonder zadel. Dus we hebben nog altijd doelen om aan te werken. Tussendoor. Tussen het trainen voor de wedstrijden door, maar helaas zijn alle wedstrijden voor dit jaar ook afgelast. En het wereldkampioenschap is uitgesteld naar volgend jaar. Dus eventjes wat minder trekwedstrijden oefenen. Maar we houden ons bezig. Ja, als beloning laat ik haar even trekken. Dan zie je dat ze ook echt helemaal uit zichzelf naar beneden strekt. Dus ze gaat dan ook niet met haar hoofd in de lucht lopen. Maar ze gaat echt blij zijn en dat ze dan ontspannen naar beneden. Ik heb ook gegalopeerd en in galop heb ik wat gewerkt aan de galopwissels. En dat wil zeggen dat ze van een linker galop naar een rechter galop springt. Hier is ze gesprongen van links naar rechts. En dan ook hetzelfde in de andere kant. Dus een paard heeft altijd een ene galop en een andere galop. Nu zit ze in de rechter galop, waarbij dat je ziet dat haar rechter voorbeen meer naar voren komt dan haar linker voorbeen. En nu gaan we, denk ik, verspringen. Nee, het staat er niet op. Nu zit ze in de linkergalop, dus haar linkervoorbeen gaat verder naar voren dan haar rechtervoorbeen. En bij een galopwissel gaan we dus eigenlijk verspringen, ja, naar de rechtergalop. Naar de andere galop eigenlijk. Ja, hier is ze ook versprongen. Alleen is ze hier, ja, niet direct met haar achterbenen ook mee versprongen. Dus voor de echte gedetailleerde kijkers, je kunt nog een keer terugscrollen.
Haar achterbenen zijn maar 2 tellen later meegesprongen. Uiteindelijk moeten dat eigenlijk tezamen doen. En dan hebben we ook nog genoten van een wandelingetje buiten. Vorige week mocht het nog, deze week mag het niet meer. Maar het was heel fijn. Dankjewel allemaal. Als jullie vragen hebben, mail gerust, stel gerust. Stuur gerust berichtjes naar mij of bel maar. Ik hoop dat jullie rap terug mogen komen. Maar intussen blijven we filmen en filmpjes maken. Dag!